keer. Ja. Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Deze week zijn we ziek. Ja. En ik heb gesprongen. En ik ben afgevallen, maar dat zien jullie morgen pas. Ja. Je ziet wel een stukje springen. Wat zien we nog meer? De fotoshoot. Ja, de fotoshoot. En Kim die een beetje gek doet. Ja. En jij en Kim gaan... Balkjes doen. Ja, maar dan kan je weer in Kim de video zien. Dus daar zie je niet heel veel van. En verder nog Tess in de les. Ja. Wel, ik ga vandaag de les bij Bianca. En we gaan schriktraining doen. Ben je bang? Beetje. Ben jij bang, Bel? Denk je dat je het niet kan? Kijk, Bel die is vandaag in een knuffelmodus. Kijk of ze het nog doet. En net kreeg ik al een heel hoofd in mijn nek. Dus je wil kriebelen en knuffelen en ze is helemaal happy aan het zijn, denk ik. En Tess ook helemaal happy. We staan nu te wachten, het is inmiddels 4 uur. Maar we wachten dus op dat we naar binnen mogen, tenminste dat jij naar binnen mag. Ja. Ja, brave Bel. Leuk shot zo, hè? Ja. Ingezoomd zo. Oh, daar is Tess. Nou, we gaan naar de schriktraining. Oh, het ziet er heel spannend uit, jongens. De roze dekjes. Ben ik al geschrokken? Dit is alles. Nou, dat is toch leuk. Mooie roze dekjes en dekens allemaal. Als cool. Van mijn deken ook bij. Wat? Nee joh. Hallo. Hi. Nou, kijk of ik schrik. Het is best eng hier. Allemaal roze. Nou, ik denk dat het bij mij wel meevalt. Kom eens met Bel, Tess. Tess. Hallo Belly, ben je daar? Langs de zijkant Bel. Nou, daar krijg je zo meteen les in Bel, dan kan je er gewoon doorheen. Ja, daar was ik hier Belletje. Ja. Dat is toch wel echt een schriktraining. Ja? Kom maar. Belly. Bellebel. Bellebel zegt nee. Bellebel zegt ik doe het niet. Dan gaat Va zich ermee bemoeien. Ja hoor. Zo gaat het. Zo, nou, nu krijg je er nog les in, Tess. Dankjewel, Va. Duimpje omhoog voor Va, jongens. Va heeft het weer gedaan. Nou, de juf is er nog niet. Maar... Ja? Volle galop, dat is geen galop. Ja, dat ging wel hard. Nou, laat zien. Ja. Ladiva denkt, je zoek het maar uit. Dat ga ik dus echt niet doen, hè. Iedereen loopt hier een beetje om de dekens heen te draaien. Nee. Ja. Helemaal stoer. En denk je, dat is liefde, hè. Maar Bianca heeft gewoon een broodje in haar handen. Dus dat is helemaal geen liefde. Dat is gewoon bedelen wat ze doet. Schriktraining, jongens. Dat is toch leuk, hè? Vorige week wou ik ook al in de ponyles, maar ik moet zeggen dat ik deze week ook in de ponyles wil. En dan moet ik je ook vertellen dat La Diva, dat is waar Tatum op zit, dat is het schimmeltje helemaal vooraan, die durft er niet eens de bak in net. Dus de dametjes doen het heel goed. Nou, dat gaat goed, hè? Zijn ze braaf? Ja. We gaan in draf. Stap 2, in draf. Laten we zien. Allemaal lieve ponies hebben we. Houd ze goed in het midden. Nou, daar gaan we jongens, in draf. Mooie voorbereidingen op hindernissen rijden die er raar uitzien. Nou, dat is ook een hele uitdaging. Not. Zo, kind 1 en kind 2 waren aan het rijden. Nee, ik ben alleen maar aan het stappen. Nee, ik heb jullie zien draven. Nee, dat was per ongeluk. Oh, dat was per ongeluk. In het kader, lol met je knol. Ik heb echt geen idee wat ze aan het doen zijn. Maar heel, ze hebben het in ieder geval naar hun zin. Wee-hoo.
vrouw die denkt, dat kan ik ook, dat kan harder. Dat dan. Inmiddels is ze de beugels kwijt. Kun je er ook nog even afvallen of... Dames en heren, dit kunt u alleen doen. Als u in het bezit bent van... ik wou zeggen ruiterrijbewijs, maar... Pas op. Hou er rekening mee dat je dit niet doet als je niet fatsoenlijk kan paardrijden en geen stevige zit hebt. Ook niet aan te raden in een manegeles. Vinden ze ook niet leuk. Maar zo in een lege bak. Als je op een privépaard zit, kan het wel. Goed voor je balans ook. Even een wisseltje als dat dan, dacht ik. Die vliegt, maar die vliegt ook, alleen op een andere manier. En Verona denkt, dat kan harder. Dat kan ik, denkt ze, dat kan ik. Daar komen ze hoor. Dat is een mooie middendraf. Daar was ik nog naar op zoek. Juist, dat is een mooie middendraf. Zo doe je dat. Je gooit gewoon je teugels los. Ook een mooie middendraf. Kijk, Veroon, onthoud dit. Dit moeten we doen als we in de proef zitten. Donderdag, ik ben de hele week ziek geweest, dus ik heb heel weinig gevlogd. Het wordt een korte week vlog deze week, sorry, spijt me. Maar het was echt niet fijn. Tess en Antwin waren ook ziek, Rick was de enige die beter was. En nu zit ik weer even op Veroon. Ik denk niet dat ik heel veel ga doen, omdat ik nog steeds last van mijn maag-darmstelsel heet dat, geloof ik, heb. Dus ik heb niet heel veel zin om al heel veel te doen. Maar ons Kimmetje heeft wel een... allerlei dingen neergelegd voor balkjes draven samen met Tess. En misschien dat ik dat wel ga doen, want dat ziet er wel grappig uit. Ik ga het jullie laten zien. Kijk, voor mijn paard. Dit hebben de meisjes gebouwd. We hebben hier een drafbalkje met niks. En we hebben hier... Oh, die hoort niet. Die hoort hierbij. Zie je? Dus dat ziet er wel een soort spannend uit. Ik ben blij dat ik het allemaal niet hoef te lopen. Dat verovert. En dan hebben we hier weer de volgende liggen. Hier maakt Kim overigens een hele video van, hoor. Dus... als je nieuwsgierig bent wat je hiermee zou kunnen doen, dan laat Kim dat zien. En dan hebben we... Het lijkt wel Mikado. We nemen allemaal van die stokjes en die laat je dan willekeurig vallen. En dan moet je er eentje tussenuit halen. Ik weet niet of jullie het spelletje kennen. En hier hebben we dan ook een vrij lastig uitziend drafbalkjes iets. En hier hebben we nog een iets met slangetjes. Maar goed, wat ik zeg, ik zal de video van Kim, ik weet niet wanneer die klaar is, maar zodra die klaar is, zal ik hem in deze video linken. Tot die tijd moeten jullie maar heel even afwachten wat er allemaal gaat komen. Maar dit is dus wat de kindjes straks gaan doen en ik denk dat ik het ook maar gewoon ga doen. Ik heb toch niet heel veel zin om al iets heel serieus of moeilijks te doen, want dat lukt me denk ik niet. En dit vind ik altijd wel grappig. Ligt natuurlijk wel op ponymaat, dus voor vrouwen eigenlijk niet echt denderend. Maar die hele grote... Ja, dat zal vast wel lukken. Ik denk dat je in een soort volte dan over de balkjes heen moet. Oh, Veroon gaat toch wel eens proberen. Nou, laat maar zien wat we ermee doen, Veroon. Nou, niks. Stap. Oh, Veroon vindt het wel leuk. Oh, die hoeven we niet. Ik stuur niet. Ik doe echt helemaal niks nu.
Ik ben aan het filmen. Dus dat gaan we doen. Nou, ik ga mijn telefoon even in mijn zak stoppen. En dan ga ik even rijden. En dan zometeen filmen voor Kip. Ik ben met Alice. Daar is Alice. Hier. Ja. Onderweg naar de manege. En ik ga met Erna een fotoshoot doen. Twee zelfs. Eentje voor... Nou ja, dat zien jullie eigenlijk allemaal wel. Tot zo. Zo. Wat wij gaan doen is een fotoshoot. En ik denk, ik zet hem gewoon aan. Want dan kunnen jullie een beetje meekijken. Ellen loopt nu achterlangs. Die wil even niet in beeld. Ik weet niet eens of je mijn gezicht nu ziet. Maar maakt niet uit. We gaan dus fotoshoot doen. En ik lamp gewoon af van. Ja, staat weer aan. Ben je mooi? Ben je mooi. Kom, Bonnie. Geweldig. Ja, je moet even een beetje met chocolade. Thank you.
Vandaag is vrijdag. En op een of andere manier wordt het steeds moeilijker om zelf ergens heen te rijden. Ik weet niet hoe het komt. Want het ging wel heel scheef. Maar ja, ik weet niet of het nou echt een voordeel is, zo'n met rijbewijs. Wat vind jij, Tessa? Waar is Tessa? Nou, ik vind het wel handig, want hij is mijn persoonlijke chauffeur geworden. Ah, je persoonlijke chauffeur. Okay. Ja, hij brengt me altijd naar school en houdt me ook weer op. Ja, dat is... Op de fiets, met de auto, misschien later op de scooter. Nee, later komt hij in zijn... Mercedes. Nee, helemaal niet. Dan komt hij gewoon in zijn rollator. Hoe heet zo'n ding? Ja, en zijn rollator me ophalen. Dus dat is wel grappig. Okay. Ja. Nou, ik ga vertellen wat ik allemaal bij Bel heb gemaakt. Nou, laten we beginnen met in de voorpluk een mooi vlechtje. Bel, even je hoofd stil, alsjeblieft. Moet wel even... Ja. Daar, oké. Okay. Ja? Hier allemaal vlechtjes. Zilver, zilver. Ros, zilver, zilver. Ros. Zwart. Mm-hmm. En dan in de staart ook nog een staartvlecht met een roze strikje. Nou, je bent lekker bezig geweest. Nu even losrijden. Wat ga je dan doen? Met verne les. Nou, succes. Dank je. Alle kindjes in de les. Tess op Bel en Kim op Verona. Hoe leuk. Oh. Laat je niet uit het zadel trekken. Dat is waarom je dus balans moet houden op die beugel. Licht te druk. Voila. Ik vind wel dat je vrij lang zit. Zo, nou, Tess is klaar. En nu Kim. Ik denk dat ze over 1,50 gaat springen of zo. Dan dubbele oxers en meer van die ellende. Maar dit is heel lessen. En daar gaat ze. Lekker in de les. Zit beneden. Ja, en dan ben je hier ondersteunen. Kijken zit erin. Prima, Kim. Goed, zie je hem daar ook? Ja. Keurig. Oké, een teugels korter. Op, zitten, aan. Ja, oké. Dat is dan wissel, maar eigenlijk is die te lang. Hij wordt lang, dus dan raakt hij contact kwijt. Prima, goed gedaan. Even eraf, stap, vast. Adem in, adem uit en hou je ritme, hou gesloten, tellen. Dat zijn de drie. Ga met... daar eigenlijk heel mooi rustig in, maar dan moet je voor twee wel een heel klein beetje been bij. Oké, okay. Heel goed tussen je twee benen naar de trap van de hand. Ja, wit oranje en dan naar de roze. Goed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk naar je dubbel. Hou dit contact op, even opvangen. 1, 2, 3 en 1, 2. Heel goed. Kim, die dubbel was nou heel mooi. Ik heb met Kim geruild. Die gaat voortaan op vrijdags rijden op Verona in de les. En ik op donderdag, want op vrijdag moet ik voor jullie allemaal editen. Waren er niet, tot aankomende donderdag. Je hebt vergeten, niks, geen les. Want Ferran is hier. Die laat me gewoon in de steek. Hij gaat zo vertellen waarom. Hallo kijkers van Hart voor Paarden. Ik zeg, daar ben ik weer even in beeld. Rebecca heeft geloof ik net jullie gezegd dat ik er in de steek laat. Maar ik laat niet alleen Rebecca in de steek voor een paar dagen. Ik laat er meerdere in de steek. Maar oké, okay. Ze zijn voorbereid, want ze doen allemaal heel goed hun best. En ik ben volgende week een paar dagen in Engeland om daar in en rondom de omgeving Londen een clinic te geven voor een dag. En ik ga zelf een rondje concours rijden. En dat doe ik met een paard van daar. Maar het wordt spannend, want ik ga lichte toer rijden. De voorsproef komt ook, dus ik moet mijn lange jas weer aan. Ik denk dat ik er nog wel in pas, maar het is al eventjes geleden. En ik heb Rebecca gezegd dat ik even tussendoor een paar vlogs maak. Dus wie weet gaan jullie er nog wat van zien.
Dus tot de volgende keer. Oh, bedankt dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. En doe vooral een duimpje omhoog. En kijk vooral morgen naar de video dat mama raffelt. Yay! Je bent helemaal mooi. Met de camerabeelden van Rick. Yay! Tess die heeft er Hart voor Paarden mini op. Mocht je die leuk vinden, dan zullen we nog even een linkje naar onze webshop hier. Daar denk ik. En anders is die daar neerzetten. Ook de foute kersttrui die wordt vanaf morgen uitgeleverd. Dus heb je hem nog niet en denk je ik wil toch de foute kersttrui. Dan kan dat natuurlijk nog. Want alle maten zijn nog beschikbaar. En die vind je in datzelfde linkje. Ja, ik heb hem ook. Ja, en Tess even. Maar jij hebt hem ook nog niet aangehad. Want we krijgen hem eind van de middag pas. Ja. Spannend. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei.